Ik heb nog een interessante vraag voor je. Of tenminste, vind ik, natuurlijk, dat is mijn vraag, dus ik vind hem super interessant. Ja. Ga jij wel eens in de archieven van websites grasduinen? Nou ja, ik ga nooit doorklikken naar oude bestanden. Oude meuk. Maar ik kom wel regelmatig op oude pagina's. Bijvoorbeeld als ik iets specifieks zoek. Ja. Een specifiek antwoord op een specifieke vraag. Nee, er via Google in terecht komt. Via zoekmachines. Of ik heb een eigen archief van alle websites die ooit op de Daily Nerd zijn verschenen. Mm-hmm. En die doorzoek ik en dan kom ik regelmatig op hele oude pagina's. Ja, precies. Ja. Maar dat is eigenlijk meer je eigen geheugen dan dat van andere websites. Mijn punt is namelijk, we maken een heleboel websites voor mensen. En een van de veel terugkerende features is het archief. En ik begin hoe langer hoe meer hekel te krijgen aan dat concept. Want ik zie dat meer als zo van, ja, dat is de kelder. En daar staan grote dozen, nondescript dozen zonder labeltjes. En daarin zitten de verhalen van vroeger. Ja, ja, ja. En dat zijn de verhalen die we hebben geschreven. En die zijn, op een of andere manier moet die dan nog waarde hebben of zo. Ja, het is interessant. Want en het begint me steeds meer te steken van, ja, als je mij weet, is het niet meer waardevol. Althans, stel je voor dat het waardevol is, presenteren dan als zo van, hey, moet je kijken, bijvoorbeeld sommige websites doen zo van een dag uit 2006, weet je wel, en dan de berichtjes uit 2006, omdat het grappig is, zo van, oh, weet je nog, toen waren we met de Tamagotchi bezig, of weet ik veel wat. Maar je hebt daar een aantal stromingen in, hè? Je hebt de stroming die zegt van, alles moet blijven bestaan. Ja. Dus archiveren, dus archive.org bijvoorbeeld, die probeert het internet te archiveren, of het web. Archiveert ons ook. Ja, en ik vind dat een heel interessante stroom. Ik kom zelf uit een familie van historici, dus mm-hmm. Je wil kunnen zien hoe iets was. Ik vind het ook interessant om bijvoorbeeld te vertellen over hoe dingen 5 jaar geleden, hoe het web 5 jaar geleden was. Dat is onherkenbaar veranderd. Ja, ja, precies. Echt heel anders. Ja. Aan de andere kant is het hetzelfde gebleven, want het is het web, maar de manier waarop we ermee omgaan, dat is echt heel erg veranderd. Ja. Dat is interessant. Dus maar dat is, data van is 5 jaar geleden vind ik zeker interessant. Dus ik zou archieven niet weggooien. Wat je wel kan doen, en wat ik dus steeds vaker zie, is zeker in mijn vakgebied, is dat mensen die hun eigen website serieus nemen, die zetten een waarschuwing voor oude berichten, mm-hmm. boven oude berichten. Dus niet alleen de datum, maar die zetten erbij van, dit artikel is meer dan 2 jaar oud. Het zou kunnen dat de informatie niet meer up-to-date is. Ja, dat actualiteit. Dus dat is een simpele manier in plaats van je content de hele tijd te updaten, om in ieder geval te waarschuwen van, let op, er zijn wellicht betere manieren. Ja. Om dit tegenwoordig. Ja, want dat zeggen mensen ook. Zo van, oh ja, nee, dan moet ik het up-to-date houden. En hoe zorgen we er dan voor dat het niet fout is? Nou, het is lastig hoor. Er was een presentatie op Kings of Code van een jongen die heel succesvol was ineens in de open source wereld. Die had een aantal open source producten gemaakt. Was hij super succesvol in. En toen worden ineens dingen van je verwacht. Ja. Dus bijvoorbeeld, die software wordt gebruikt. Jij had iets gemaakt, dat wordt gebruikt en dan komen bug reports uit. Ja. Zij zat gewoon fulltime, zat hij die bugs op te lossen. Ja, ja, ja. En de eerste maand is dat super tof, want je hebt heel veel aandacht en fantastisch. Mensen die ook helpen. En Maar op een gegeven moment wordt dat zwaar en wordt dat niet meer tof en wil je dat niet meer. Ja. En dat was een aardig verhaal. Het was ook Frontiers, was ook een jongen die een soortgelijk verhaal hield van, ja, hoe moet je daarmee omgaan? Die jongen bij Frontiers had ervoor gekozen om zijn product tegen betaling aan te bieden. Mm-hmm. Nou, is dat conflicteert niet, hè? Open source kan je gewoon geld voor vragen. Ja, precies, ja. Dus op die manier zegt hij eigenlijk van, nou, de pijn die ik nu leid van het onderhouden van het product wil ik voor vergoed worden. Als ik geld krijg, dan kan ik ervoor. Of ik steek er tijd in, precies. En dan, anders zou ik daar geld mee verdienen. Ja, precies. Dus dat was een. Ja.
Maar wat hij ook zei, dat nu een aantal mensen, die hebben er zo'n genoeg van, die gooien gewoon hele projecten, gooien ze weg. Ja. En daar wordt dus ook weer kwaad op gereageerd. Maar er was dus ook. Maar gooien ze weg als in dat ze deleten? Ze deleten hun repository. Ja. Ah. Ja. Gewoon puur van, dit was leuk. Er zijn meerdere voorbeelden van mensen die inderdaad. Maar kan je dan niet gewoon jezelf losknippen ervan en zeggen van, nou jongens, als je er iets mee wil, go ahead. Kijk, wat daar het enge van is, is dat mensen er dan een klote product van kunnen maken. En jouw naam is daar nog steeds aan verbonden. Precies, ja. Dus daar zijn ook weer voorbeelden van. Er was bijvoorbeeld laatst dat een man die had een fantastisch boek geschreven over HTML5. Mm-hmm. En had hij gewoon online gezet. Kon je raadplegen. Ja. En die had er van de ene op de andere dag zonder aankondiging had hij er genoeg van. En had hij zijn site weggegooid. Alles weg. Oh, jee. Hij was niet meer online. Ja. En, hij kon niet meer betalen of wat ook. Nee, hij had er gewoon geen zin meer in. Okay. Maar hij wilde niet meer in dat wereldje zitten. Ik weet niet precies wat precies was. Doet er niet zoveel zin toe. Hij wilde gewoon niet meer. Ja. Dus die hele site was weg. Maar het was een belangrijke resource. Mensen gebruikten hem. Ja, precies. Ja. Gelukkig waren er hebben mensen hem uit de cache weten te vissen. Of mensen hadden hem lokaal staan. Dus die hebben er een GitHub repository van gemaakt. En toen was er dus iemand die heeft op een gegeven moment de taal veranderd. Want er zaten wat vloekwoorden in. Zo'n Amerikaanse puritein die toen ineens zei, ja, maar sommige mensen zullen dit nu niet willen lezen, dus ik haal de vloekwoorden eruit. Wauw, maar dat is dus wat er gebeurt. Dan ga je als andere mensen met jouw werk aan de haal gaan. Maar dan moet je dan wel tegen kunnen, of tenminste. Nou ja, en dat is waarschijnlijk de reden waarom hij ook zei van, nou weet je, ik haal het weg, want anders met de intentie van het. Hij had het altijd gepubliceerd onder een licentie dat andere mensen ermee aan de slag mogen. Ja, dus dan. Ja, goed. Ja, maar ik begrijp wel dat mensen er affiniteit mee hebben. Ja. Maar dit al terugkomend op het archief. Ja, ik realiseer me de waarde van dingen bewaren wel. Alleen ik merk dat de meeste mensen die websites maken, het archief meer ook echt beschouwen als die grote stalen kasten die ergens op het gemeentehuis staan. Ja, ja. Weet je wel? En die kan je bezoeken. Wat zou jij daar dan mee willen doen? Nou, ik zou ze het liefst weg willen doen. Dus het archief wil ik wel bewaren. Ja. Ik zou denk ik de artikelen zoals ze bestaan, zou ik ook bereikbaar laten. Dus links blijven bestaan en dat werkt allemaal. Ja. Maar er is geen toegang om zeg maar te snuisteren of weet ik wat. Want dat moet sommige mensen die hebben bijvoorbeeld, die hebben een website en die hebben een duidelijke focus. Bijvoorbeeld bepaalde informatie aanbieden of een nieuwsvoorziening hebben ze of iets dergelijks. En die focus die moet gewoon blijven. En dat archiefknopje dat leidt gewoon af. Dat mag niet een van de toptaken zijn, naar mijn idee. En okay. Ziet het eigenlijk ook al steeds minder, toch? Op veel blogs zie je ze natuurlijk nog wel terug. Want dat is waar ik het ook telkens terug zie, weet je. Je ziet dan, heb je een blog. Nou, je kent ze wel, die gesponsord zijn. Heleboel banners, maar niet alleen een heleboel banners, maar ook al die widgets waar jij het altijd over hebt. Ja. Je hebt een tag widget en je hebt een maand, de jaar widget. En je hebt een, weet ik wat, wat is er gisteren, wat voor comments waren er gisteren widget. Ja. En dan denk je van, hoepel op met die spullen, want dat is niet de focus waar mensen voor komen. Dat is absoluut waar. Dat is ook een onderdeel uit mijn verhaal, dat is dat als je een website gaat bouwen, wat we dan maken, dat is een header, zetten we erboven. Ja. Zetten we een subnavigatie links. Ja, wie ben ik? Een footer zetten we onder. En dan zetten we ook nog rechts wat widgets. Ja. En die stoppen we daar alvast. En als je kijkt naar de meeste widgets, die zijn daar echt gewoon, we weten niet wat we daar neer moeten zetten, dus we zetten er maar wat neer. Ja. Blokjes of fotootjes of iets. Echt een totale onzin. We zitten op Twitter. Yay. En dan in het midden verrotten we ook nog de content. Dat proppen we erin. En als je kijkt naar de dingen die om
de content die we daar omheen zetten, waar we dus echt mee beginnen. Hè, daar beginnen we het opbouwen van een website mee. We beginnen dus helemaal niet met waar het om gaat. Weet je wat die dingen allemaal doen? Ja, ruimte in beslag nemen. Nee, die sturen je weg van de content. Ja, nee, inderdaad. Ja. Dus zorgen dat je weggaat. Het zijn onzekerheidsblokken. Ja. Zo van, oké, stel voor dat mensen gewoon per direct... Ja. Nee, dan kunnen ze daarheen. Echt, verkeerd. Okay. De content is goed. Hier willen ze zijn. Dit verhaal is vast heel erg saai. Weet je wat? Alle escapes zitten. Ja. We zitten goede borden. Zo. Daar kan u eruit. Ja. Daar kan u eruit. Ja. Mocht u halverwege afgeleid raken, dan kan je nog even Twitter berichten lezen. Ongelooflijk. Oh, echt waar. En dan denk ik van, haal dat weg. En datzelfde, dus nog het verhaaltje even af te maken. Ik denk bijvoorbeeld dat je archief, die kan nog wel, de inhoud van het archief kan nog wel nut hebben. Dus als je een artikel schrijft over iets, dan kan je zeggen van, nou, ik had dus vorig jaar, hè, dat doen wij wel eens. Nou, hoor, dat 3 wasstraten geleden hadden we het daarover. Dan zou je bij wijze van spreken een goede link kunnen zetten naar dat specifieke fragment. Ja, zo, moet je kijken, daar hadden we het over. Nou, oké, dus wel linkbaar houden, maar niet klikbaar ernaartoe. Als het relevant is, er vooral bijzetten. En dat is ook je rol als redactie, als redacteur. Ja. Maar alsjeblieft, leid mensen niet af met dingen die niet per definitie waarde hebben. Want archieven die bestaan bij de gratie van datums. En datums is geen goede manier om content aan te bieden. Als je een archief doet, doe het dan als een baas. Weet je wel, doe dan, laat mensen op thema's zoeken. Ja. Op schrijver. Nou, dat is valt wel goed. Mee. Kijk, ik denk toch, zoekfuncties zijn toch dan in dat soort gevallen. Ja, maar dan zoek je iets specifieks. Ja, maar daar kan. Maar een archief is meer, dat is die straat, dat is die. Dat zou meer een museumfunctie moeten hebben van dat je er doorheen kan lopen. Ja, van, mensen zoeken. Als je kijkt naar hoe onderzoek werd gedaan, mensen zochten iets specifieks. Ja. En dat was heel lastig. Mijn vader die ging bijvoorbeeld regelmatig naar Venetië. En dat klinkt dan heel erg tof. Van, je gaat naar Venetië. Ja. Maar wat hij daar deed, was ze gingen in vochtige oude kelders zitten. En notarisakten doornemen uit 1700 of zo. Ik weet nooit precies welke periode. En die zat hij dan één voor één door te nemen om te kijken of er iets interessant was wat voor hem, voor zijn specifieke... En dat zijn handschriften, hè? Dat is geen, lekker leesbaar lettertypetje. Dan kan je niet even OCR of iets dergelijks. Nee, en je kan het ook niet zoeken. Dat kan je niet voorstellen hoe traag. Ja, maar dat zeg je nu, hè? Ik bedoel, wij zeggen nu zo van, nou, zoeken is de heilige graal van... Oh ja, maar het helpt van wel. Van dingen vinden. Ja, natuurlijk, het helpt wel. Maar het betekent uiteindelijk... ik claim altijd, ik ben de eerste generatie die zoeken heeft geleerd. Hè? In onze generatie is Yahoo en Alta Vista, et cetera, die zijn allemaal ontstaan. Ja. Dus wij waren de eerste mensen die moesten leren van, weet je wat, al die kennis die nu in mijn hoofd zit, die kan ik ook gewoon op het internet laten staan. En de enige vaardigheid die ik hoef te zoeken is op de juiste sleutelwoorden te zoeken. Ja, precies. Het terug weten te vinden. Ja, precies, ja. Maar... als we nu zoeken, dan krijgen we wat Google interessant vindt om te zoeken. Nou goed, dat is een interessante discussie die we nog later, of al eerder hebben gehouden. Ja. Maar nog veel belangrijker, het is gewoon heel erg moeilijk. Er is zo bizar veel. Ja. En wij doen als contentmakers er heel weinig aan om mensen te helpen met het vinden. Nou ja, je ziet wel initiatieven de laatste tijd van mensen die, van bedrijven die zoeken weer... slimmer proberen te maken. Of designers die proberen om, als je gaat zoeken, om op de een of andere manier de zoekresultaten al te groeperen. Ja, segmentatie wat, en dat wat soort extra zaken. Informatie aan te bieden in de tijdens het typen, dat je al plaatjes ziet of dat soort dingen. Ja, maar het is wel grappig, hè? Want we helpen dus mensen met zoeken. Ja. Terwijl je eigenlijk... Je zou eigenlijk moeten kunnen zeggen van, er moet een soort van logische route zijn naar een artikel. En niet deze van iets met hamsters. En dan je gelijk er zijn twee manieren. Er zijn mensen net zoals met analogieën over hamsters krijgen. Je hebt mensen die heel visueel zijn ingesteld. Dus die onthouden nieuwe informatie als ze plaatjes erbij zien. En je hebt mensen die heel textueel zijn ingesteld. Die onthouden dingen als ze erover lezen. Ja. Dat zijn twee verschillende manieren. Net zoals dat je hebt dus mensen die
via logische stappen ergens komen. Dus die graag een navigatie volgen. Mm-hmm. En je hebt mensen die liever zoeken. Dat zijn... Ja, inderdaad. Maar als je dus... Stel dat we het over... allebei. Het is niet of-of. Het is nee, gewoon... inderdaad. Het is eigenlijk ervoor zorgen dat je content... past binnen, binnen de manier waarop mensen dergelijke content willen vinden. Hoe mensen dat willen vinden, niet hoe je database is ingericht. Exact, ja. Niet hoe technisch een database opgebouwd kan worden. Ja. Uiteindelijk ben je daar wel mee bezig, maar doe je dat vanuit de content. Dat is een van de redenen waarom je moet samenwerken. Als je, ik weet zeker, als je een nerd en een designer samen dan krijg je de website die ik nu aan het maken ben. Ja.